We zijn hier gekomen met het World Coach programma van KVB. In dit geval hebben we vrouwen een soort van empowerment gegeven, middels voetbal. Weinig meisjes die voetballen, weinig teams, geen echte competitie. Dus ja, daar moeten we in stappen in gaan maken. En hopen dat als we terugkomen, dat het plan is een beetje uitgewerkt. Dat ze door hebben gepakt. En dat ze heel veel meisjes naar hierheen hebben getrokken, vooral voor het voetbal. En ook weer rolmodellen kunnen zijn voor in de toekomst. Voor mij is het heel belangrijk om aan dit programma deel te nemen, omdat dat ten eerste heel goed bij mezelf past. Ik hou ervan en ik krijg energie van als ik mensen kan ontwikkelen en verder kan brengen. En zeker met voetbal, hè, dus beide passies en ja, waar ik energie van krijg. Dat is binnen het World Coach programma is dat echt de perfecte combinatie. Ik vind het belangrijk omdat ik zelf hier natuurlijk van Curaçao ben, ja, dus uit deze regio. Dus ik vind het super belangrijk dat meiden hier ook in een kans krijgen om hier wat te laten zien, zeg maar, qua voetbalkwaliteiten. En dat je alles eigenlijk kan bereiken zolang je maar je droom naleeft. En ook al zeggen anderen je kan het niet, het is niks voor meiden. Ja, dan moet je gewoon niet, dan moet één oor in, ander oor uit. En vooral gewoon doorgaan en je eigen pad volgen. En als je dat pad volgt, kan je alles bereiken.